İyi bayramlar. Wij hadden een supergoed idee om voor de bayram baklava te maken. Ja, baklava. Ik vind het best moeilijk, hoor. Ja, het is ook wel moeilijk, denk ik. Ja, we gaan het proberen. Ja. Maar het is ook wel heel lekker. Ja, het is wel heel lekker. Als hij goed eruit komt, dan zijn we erg happy. Dus laten we maar gaan beginnen, of niet? Let's go. Ja, dus wat hebben we nodig voor de baklava? Dat is 500 gram suiker, 250 milliliter water, 250 gram boter. Ja, heel veel calorieën. Dan hebben we 250 gram van de walnoten nodig. Je kan het ook maken met pistachenootjes. Maar ja, wij zijn Jimra en die pistachenootjes zijn veel te duur. Dus hebben we voor de walnoten gekozen. Honing, niet te vergeten. En natuurlijk filodeeg en daarvan 30 velletjes. En wij voegen er zelf aan toe een beetje kaneel. Natuurlijk niet te vergeten een vierkante bakplaat. Wij beginnen nu eerst met de 250 gram boter. Die moet helemaal gesmolten worden, want daarmee moeten we de filodeegvelletjes insmeren. Ondertussen verwarmen we de oven alvast op 180 graden. Dus wanneer we dan klaar zijn met alles, kan je meteen in daarna. 180 graden. Wat ben je nu aan het doen, Sean? Het past niet. Het past niet. Dus dan snij je dus de buitenkant eraf. Ja, even verkleinen. Oké. Okay. Ik ben nu dus de bakplaat aan het in. Vetten met boter. Mm-hmm. En dan moet dus heel snel de... Okay. Even wachten. I'm nervous. En dan ga je nu dus... Laagje voor laagje, 15 laagjes op de onderkant. En dan ieder laagje moet weer ingevet worden met de boter dus erbovenop. Ja. En hier is het dus al gebroken. Oh my god. Mensen, het is echt gigantisch priegelwerk. Het is echt niet makkelijk. Maar het eerste laagje ligt erin. We hebben ze nog meer... Nog kleiner moeten snijden. Snijden, inderdaad. Nou, alleen een beetje druppelen erboven met de boter. Ja, sorry about that. Zo, nou, dus met 15 laagjes. Let's do it. We hebben nu 15 laagjes filodeeg. Allemaal één voor één wat besmeurd met boter. Nu hebben we de walnoten fijn gemalen tot echt deze massa. En daar hebben we dus een fikse, ja, twee eetlepels eigenlijk kaneel bij gegooid ook. En nu ga je dus deze helemaal volgooien met de nootjes. Nou, nootje zit erop. Nu gaan we weer 15 laagjes filodeeg erop doen. Tussen elke laag weer boter besmeren. Vergeet dat niet. Nu hebben we dus de 30 lagen in totaal. Nu moet je ze voordat die in oven gaat al in stukken snijden. Dat is even een tricky thing, omdat ze best snel breken. Dus een heel scherp mes heb je sowieso nodig. Als ik de vierkantjes klaar heb, gooi ik het laatste beetje boter eroverheen en dan gaat hij de oven in. Bring it to the oven, baby. Het ziet er nou uit als baklava's, dus. Dat heb ik al. Ja, je houdt het in principe gewoon zelf in de gaten als hij mooi goudbruin is natuurlijk. Maar het is ongeveer tussen de 20 en 30 minuutjes. Wish us love. Nou, en dan is het nu tijd voor de suikersiroop. Dus dan gooi je er water in. De 250 milliliter. En dan de 500 gram suiker erbij. En dan maroeren. Laat het goed heet worden, dat je geen kristallen meer ziet. En dan gooi je er een goede lepel honing bij. Nou, de baklava is uit de oven. En nu moet de suikersiroop eroverheen. En die druip is gewoon lekker als een soepie. Hey. Hoor je dat? Bruttelt gewoon helemaal lekker. Het is natuurlijk altijd twee nog heel heet. Dat hij lekker doordrenkt. Oh my god. Hij ruikt zo goed door. Kijk eens. Oef. Oeh, hij beweegt. Hij bewoog. Nou, het is nu een dag verder. We gaan het nu eventjes proberen, want het moest 4 uur even afkoelen. Ja, dus en omdat we het midden in de nacht hadden gedaan. Ja, precies. Konden we niet 4 uur lang wachten. Maar zeg maar wat beter de smaak dan. We shall see. Ik moet eerlijk zeggen, mijn moeder heeft al 4 stukjes naar binnen gewerkt. De beveiliging ook. Ja, ook dat. Wacht even, ik ga even erbij pakken. Kijk, ik vind hem echt mooi hoor. Hij is echt mooi. Adi Loren. En ik. Wil je deze pak? Ja? Oef, crunch hem, hè? Oh, dat is echt lekker. Ja, hij is echt lekker, hè? Hij is zo lekker. Hij is echt super lekker, super goed gelukt. Ik ben echt trots op ons. Ja. I'm proud. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet het niet te liken. Ja, en ook niet te delen. Aan het einde van het filmpje zal ik ook nog even het recept plaatsen. Hoe wij het precies hebben gedaan. En we zien jullie volgende week weer vanuit... Alanya. Ah, we gaan naar Alanya weer dus. En iedereen een hele fijne bijram. Oh ja, nogmaals, hier bijram maar. Doei doei.